Na bijkans 3 jaar is er vandaag een Opojari Dinari Day gehouden. De COVID-19-pandemie heeft ook in deze organisatie een grote rol gespeeld. Dinari Day is een jaarlijks terugkerende ceremonie, speciaal voor de aflegverenigingen in Suriname. Volgens Grand Brada Erwin Goedhart ligt de organisatie van deze dag in handen van de aflegvereniging Dankbaarheid. Hij ging eigenlijk met me zo emotioneel eigenlijk, omdat hij naar Baka, 2 jaar Baka, ik had ook even naar Baka in 3 jaar, zang, minanga ding, bradanga lesisa, dat we absoluut schuiten. Dit jaar is er gekozen voor het thema verdraagzaamheid. Door meer liefde en respect te tonen naar elkaar toe, zal het werk van de afleggers meer erkenning krijgen. Daarnaast is de saamhorigheid binnen de organisatie van eminent belang. Zodoende kan er ook meer inzicht gegeven worden in het werk van een aflegger. En zo ook de onmogelijk dinari wil hebben één af. En je legt één af. Je hoort je schrijven. Na één zijn je legt dat je horen, zien en zwijgen. Dan na dat moord heb ik zijn met koe opgeheven. Ik wil hier in mijn motto horen, zien en zwijgen. Ik heb ze opgeheven.